Goedemorgen, ik ben net naar de receptie geweest, broodjes opgehaald. Mijn tasje stond er als enige nog, of ons tasje. En dat komt denk ik, wij schrokken om 10:30, 10:45 pas wakker. Dus ik heb broodjes gehaald. En ik heb een ontbijtje gemaakt. Dus wij gaan eerst even ontbijten. Het is al over 11. We zijn een beetje laat. Jullie zijn natuurlijk ook heel benieuwd of de luifel nog staat. Want het was een onstuimige nacht met heel veel wind. En de luifel die staat nog. Zijn we even blij dat we hem niet weggepakt hebben. Gisteravond nog. Mm-hmm. De stormbanden die doen het dus goed. We hadden wel wat last van klapperend geluid achter op de caravan. Maar dat bleek achteraf bleken dat er handdoeken te zijn. Die heeft Nelly vanochtend binnengepakt. En toen werd het eigenlijk gelijk een stuk rustiger. Ja. Toch Nel? Ja. Er staat nog wel heel veel wind. Maar de luifel die doet het gewoon goed. Dus die laten we gewoon nog even lekker staan. Misschien dat we hem vanavond binnen gaan pakken, dat weet ik niet. Morgen gaan we weg, dus we zien het wel. Maar op zich heb ik wel lekker geslapen. Ik ook, gelukkig wel. Ja. Beetje laat wakker. Nee, dat is lekker toch? Ja. Nou, wij gaan lekker eten. Heerlijk ontbijtje staat er voor me klaar. Dus geen idee wat wij vandaag gaan doen. Waarschijnlijk gaan we nog even vliegeren. En misschien nog even naar een dorpje toe of zo. Ik weet niet. Wandelen, Ik weet het niet. Jullie zien het straks. Ik wil nog wel even naar Egmond. Oh ja, nou dan gaan we even naar Egmond. Nemen we even de vlieger mee. Kunnen we ook het strand op. Ja. We staan op het punt om te vertrekken, maar het is een klein beetje lastig, want we kunnen niet kiezen welke schoenen we aantrekken. Als we naar het strand gaan, zijn deze lekker, want hier komt geen zand in. Ja, maar je wilt ook even shoppen in Egmond. We gaan ook even winkelen, ja, daar zijn deze beter en die. Ja. En als je heel warme voeten krijgt, dan is je slipper wel weer lekker. Dus ik stel voor, we nemen maar ze allemaal mee. Maar als je koude voeten krijgt, dan wil je je pantoffeltjes aan. Ja, eigenlijk is dit gewoon een caravan. Vol met schoentjes. Ja. Staan er ook nog schoenen in de auto? Ja, mijn schoenen staan ook in de auto. Jij hebt ook nog een paar schoenen mee, een paar gempen. Nou, we nemen dit allemaal mee. We nemen ze gewoon allemaal mee. Ja, en dan gaan we gewoon, we passen ons aan op de activiteit. Toch? Ja. Ja. Wat zitten wij hier donker en afgesloten, joh. Kijk dan. Ik heb hier nog, nou weet je, er staan hier steeds mensen voor de ramen. En soms wil je even een beetje privacy. Als je bijvoorbeeld omkleedt of zo. Dat vloggen, dat hakt erin. We zijn nu al bekend. Ja. Iedereen staat hier voor de ramen. Ze willen allemaal maar wat. Ik snap niet dat mensen echt zo voor iemand eruit gaan staan kijken. Ik snap het gewoon niet. Dus ik doe dan af en toe even de gordijntjes naar beneden. Ja, we gaan nu ook weg, dus dan moet je ook even alle gordijntjes dicht. Ja, doen, we toch? Laten al onze laptop en zo laten weer staan. Kijk, en als ze dan allemaal voor de ruiten weer staan te koekeloeren. Nou, en ik heb een beach girl. Ik heb geprobeerd me aan te passen aan de omgeving. Een soort van kakkerstrand outfit. Ik dacht, ik drapeer mijn trui mooi over mijn schouders met een mooie knoop erin. Nou, met de zonnebril met wat zandkorrels. Alles is vies. En dan pas ik helemaal in deze omgeving. Nou, wij gaan. Kom. We hebben nog zoveel plannen. Het is ondertussen 2:30. En we hebben nog steeds stroom. Zo lang duurt ons ochtendritueel. Dat je pas om 2:30 klaar bent om iets te ondernemen. Ja. Maar dat mag. Het is vakantie. Het is vakantie inderdaad. We moeten ook nog even onze waterflessen vullen. Nou, dan gaan we op naar Egmond en dan gaan we even de Tylio leegkopen. De Tylio? Ja, zo heet die winkel toch? Of niet?
Ja, ik weet even niet waar je het over hebt. Ja, ik weet al. Oké, nou, deze sokken wil ik ook mee, want als ik deze schoenen aandoe... We moeten ook nog verschillende sokken meenemen. Enkelzokjes, wandelzokken. Gewoon een lekkere sportsokken. Ja, we nemen gewoon alles driedubbel mee. Ik moet ook nog een extra trui voor op het strand. En waarom zit die veter in mijn zool? Mogen wij er even langs? We nemen onze vlieger mee. Daar heb ik vanochtend even wat tape op geplakt. Dus ik hoop dat het nu niet meer stuk gaat. Dat kan bijna niet. En dan gaan we ook weer even vliegeren. Ik zal even dit dicht doen. Zo. Even alles afsluiten hier. Wisselbak zit ook dicht. Helemaal blij, want ze is in de talio. Eindelijk. Ik zie niks. Je ziet niks. Oh. Er is niks. Nee, het is een lege winkel dit. Ligt er nog een leuk zonnebrilletje tussen? Ja. Je in Egmond bent, moet je natuurlijk even een ijsje kopen bij Rosaria. Zit op het hoekje bij het strand. Doen we elk jaar, of in ieder geval altijd als we er zijn. Meerdere keren. Maar gisteren hebben we ook al een ijsje gekocht. Waar was dat? Waar waren we gisteren? Ik ben vergeten. Schorel. Oh ja. Toch? Nou, ik weet niet. Ja, of je groet, of ik weet niet. Op je vakantie mag je gewoon elke dag een ijs kopen, vind ik. Dat doe je ook als je niet vakantie hebt. Nou, hier achter ons is een reuzenrad, daar gaan we zo meteen even in. Heel leuk, ja. Nee, we gaan zo even... Er is ook bijna geen wind, dus helemaal leuk. We gaan zo even vliegeren en ik ga nu even eten, want er smelt. Mm-hmm. Gisteravond. Sowieso. Ja. Nou, pak uit dat ding. Ja, oké. Okay. Daar gaan we. Ik laat het jullie even zien. Volgens mij is hij nu helemaal gesneuveld. Ik had weer tape omheen gedaan, dat is ook geknapt. Daar staat Nel. Ik kreeg net een op hol geslagen vlieger achter mij aan. Dus ik ben gevlucht. Maar we gaan het nog één keer proberen. Ik ga dit weer even aan elkaar maken. En dan gaan we gewoon nog een keer proberen. Volgens mij zit ze ook in de knoop met haar touwen. Een groot drama dit. Maar ja, als hij dan eenmaal de lucht in gaat, is het wel weer leuk.
of niet? Ja, super. Ik heb het nu een beetje door. Ja. Wil jij ook nog even? Einde vlieger. Hij is nu gewoon echt helemaal kapot. Ja. Het is echt, die kwaliteit is ruk. Nou, doe hem hierin, zeg maar dag tegen de vlieger. Einde vlieger. Vond je het wel leuk? Ja, mega leuk. Was leuk. Ik denk dat we gewoon even de volgende keer een wat betere vlieger moeten kopen. Ja. Waar je iets langer mee doet. Ja, dit was een Intertoys vlieger of zoiets. Ja. Voor een kind. Ja, maar ik zag ook niet echt duurdere vliegers daar. Jij dan? Nee, volgens mij hadden wij de duurste. Dit was volgens mij de duurste. Dus dan denk je, nou, dat is een goeie. We hebben er in ieder geval wel eventjes lol van gehad. Ja. En daar gaat het om. Ja. Was van korte duur. Maar dit weer is natuurlijk ook een cadeautje. Heerlijk. De laatste dag. Ja, en dan morgen nog een dagje en dan gaan we naar huis. Ja, en dan een lekker zonnetje erbij. Nou, wat willen mensen weer? Ja, een reuzenrat. Ga je daar nu in? Nee. Ik hou niet van reuzenratten. Hier heb je de bekende trap van Egmond. Het is ook heerlijk om even op te zitten. En de vuurtoren. Maar wij gaan nu weer weg, want... Het parkeerkaartje gaat tot 5:10. Dus wij moeten nu echt weg. We zijn weer terug bij de caravan. En ik vind het toch altijd weer spannend. Hoe we onze caravan aantreffen. Want ja, er staat best wel veel wind. En dan ben ik toch altijd wel een beetje bang of de luifel nog wel staat. Maar hij staat nog. We gaan eerst lekker een koffietje nemen. Ja. Wil je voor mij water tappen? Want ik heb een dorst als een paard. Ja. Dorst als een paard. Oké. Ja. Nou, gelukkig is het watertappunt heel dichtbij. Dat is hier de caravan uit. En het is hier al. Wij gaan naar huis. Het zit er weer op. We gaan opruimen en inpakken. Hier ligt nog iemand in zijn nest. Wil je op camera? Ze willen erop. Nou, oké. Je ziet toch niks. Ik ga er niet uit hoor. Ik blijf liggen. Ik weet niet wat jij gaat doen. Anders trek je me maar achter die auto aan. Ik blijf in bed liggen. Dus, ik wil niet. Oké. De vakantie is weer afgelopen. Ja. Die is afgelopen, dat klopt. En dat haakt er flink in. Ja. Nou ja, ik ben gebombardeerd tot het halen van broodjes. En weet je wat ze zei? Morgenochtend doe ik het. Als we weer thuis zijn. Wat dacht jij? Ik dacht het niet. Je gaat nergens heen morgenochtend. Maar... even hoor. Ah, de zon. De zon komt ook door. Gistermiddag is het zonnetje gaan schijnen. Ja. Zei jij nou net dat je morgenochtend broodjes ging kopen? Ja. Oké, nou ik heb het nu vast op video. Ik ga wel broodjes kopen hoor. Oké. En waarom nu niet dan? Omdat jij gewoon dat hele week al doet. Kaarten zijn toch eerlijk verdeeld? Als jij terugkomt, is het bed ingeklapt. Als ik terugkom, heeft ze het bed ingeklapt. En dan is het mijn taak om broodjes te halen. Oké. Okay. Nou, daar ga ik maar, hè. Wat een grapje. Je doet net alsof je het erg vindt. Nee, dat is altijd al mijn taak op vakantie. Ik vind het niet zo erg. Ik bedoel, voor die mensen van de broodjes is het ook een beetje... Een beetje gek als er dan zo iemand anders komt. Als ik zo in één keer omhoog kom kijken, zo de laatste dag. Hallo, ik ben van plek 155. Nou, als je maar betaalt. Dan denken ze waarschijnlijk, nou... Dit klopt niet. Dit klopt niet. En dan zijn de hele dag zijn ze er van slag. Ja.
dus dat, is, dat doe ik ze niet aan. Nou, daar ligt ze. Ik ga aan broodjes. Heel goed. Succes. Ik hoor de caravan tikken en dat is een goed teken, want dan schijnt de zon. Als onze caravan dus morgens tikt, dan hoor je een tikkend geluid, alsof er een klein vogeltje ploopt. Dan schijnt het zonnetje. Ja! Hoppa! The sun is shining. Wat doe je allemaal? Wel direct een beetje. Nel is er druk bezig. Met van alles en nog wat. Ze gaat zo broodjes kopen. En Sorry. Dan denk ik dat ik ook maar naar bed ga. Lukt het? Ja, het lukt. Maar ja. Het is wel een aparte dag, want onze vakantie is dus gewoon echt definitief ten einde. En ik weet eigenlijk niet zo goed of ik dat wel kan verwerken. Want dat betekent dat wij ook weer aan het werk moeten. Gelukkig hebben we bijna weer vakantie. Dat is waar. In september toch? Hey, dat doe ik zo wel, Nel. Nel, dat doe ik zo wel. Laat maar zitten. Want ik ga hier even met het dekbed en dan lijkt erop dat het in de fik vliegt. Niet doen. Wat is dit voor geluid? De trekker? De trekker. Er komt de trekker al aan. Hier heb je de trekker al. Oh, die beste man die denkt ook, ik sta nu op camera. Waarom is dit? Hij stopt. Volgens mij komt hij terug. Mijn moeder. Ik weet niet wanneer jullie terugkomen, maar die kan hier een zak was goed brengen. Mijn wasmachine staat te niksen. Oké. Doei. Nou, doei doei. Ik wil een brood. Nou, Nel gaat nu eindelijk om brood. Hou op. Succes. Doei. Daar gaat ze. En weg is ze. Ze verdwijnt achter de duintopjes. De vertrekdag. Wij gaan opruimen. Ali heeft haar kruiwagen ingeladen. Nou, zo maak ik het toch maar weer even goed, hè? Die broodjes. Niet? Ja. Helemaal weer goed gemaakt. Ja, zo kan ik het ook. Met een lege kruiwagen weer terug. Kan niet meer. Maar volgens mij hebben we al het meeste teruggebracht naar de auto. Ja, met één rietje met de kruiwagen. Wij zijn aan het wachten op de tractor. De tractor? Trekkert. Trekkert. Ook goed. Ja, die komt ons zo ophalen. Of in ieder geval de caravan. Ja, dat hoop ik. En dan staan we hier morgen nog. Ja. Het is geen straf. Het wordt mooi weer hier. We hebben trouwens geen regen gehad. Dus dat scheelt. Ja. We mochten echt niet klagen. Maar het was niet zonnig. Alleen gistermiddag. Ja. Doordat de zon er dan niet is, dan lijkt het ook een beetje somber. Maar ja, ik was al lang blij dat het niet regende. Maar dit was het dan. Ja. Je hebt ook tampesta aan je lip. Ja. Hier. Hier. Lekker. Nou, dan gaan we de terugreis tegemoet. Hierbij. 2 uur rijden.
Nou, daar gaat hij weer. Zoals jullie zien, hoort dit er ook bij. Helaas. Ali is alles aan het zuigen. Ik heb alles in de vaatwasmachine gegooid. Die was net klaar, dus dat heb ik allemaal weer naar beneden gesjouwd. Dus de kastjes kunnen weer ingeruimd worden. Even een doek door de kastjes. Het is ook wel lekker dat je even alles kunt stofzuigen nu. Ja. Wat is jouw hobby? Van onder die bank en stofzuigen. En ja, je hebt er toch 3 weken in geleefd. Ja, even het dekbed buiten aan de waslijn. Even luchten. Gelukkig doet mijn moeder ook wat wasjes. Dus daar hangt ook een bende aan wasgoed. Het speelt weer inderdaad. Niet te schoon, hè? Dat is mijn hobby. Echt, I like it. Ik krijg zin om er weer mee weg te gaan als hij zo schoon is. Jij dan? Ja. We gaan hem zo meteen ook nog even van buiten wassen. Wat gaan wij lunchen? Geen idee. Nee, hè? Ja, ik zou dit ook nog even stofzuigen. Wil je hier ook even? Het is ook een opvangnet van stof. Even door dit netje. Ja. De auto wordt ook met bezem gekeerd. Wat? De auto. Met bezemen bekeerd? Gekeerd. Ja, toch? Wat is dat? De auto wordt ook helemaal schoongemaakt. Oh. Nou, en die was maar die was echt smerig. Die was echt verrot. Nou, dit is de stand. Caravan is schoon aan de binnenkant. Kastjes aan de binnenkant. Alles loopt op schema. Ik heb een langere trap nodig. Hoezo? Ik kan niet op het dak. Ik wil hem eigenlijk even lekker hier af. Nee, min aan de bovenkant. Oh, dat kan niet. Oh ja. Misschien moeten we even een oogwerker bestellen. Ja, laten we dat doen. Gaat het goed? Ja, dit is top. De buurvrouw die zegt net, er staat hier wel een lange trap. Maar die stond in een hokje waar wij nog nooit waren geweest. Hoe lang wonen we hier al? 10 jaar. Nog nooit van het... Maar kijk even in dat hokje. Ja, het is dit hok. Kijk, in ruil voor de trap heb ik gezegd, dan maak ik dit hokje even schoon. Spinnen! Alleen maar spinnen. Okay, allemaal. Vieze horen spinwebben. Deze trap
trap kun je dus goed bij de bovenkant. Oh. Deze trap is fantastisch. Nou, hij is weer bij de stalling. En daar gaat hij nu echt een tijdje staan. Helaas. We hebben hem net helemaal schoongemaakt. Ali is hem aan het afkoppelen. Hier is ze. Nee, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Nee, nee, ik ook niet. Hij gaat nu sowieso tot eind augustus in de stalling. En dan gaan we waarschijnlijk een weekendje weg. En dan in september gaan we ook nog een week. Of twee. Maar nu moeten we hem echt meer dan een maand gaan missen. Ja. Maar hij is wel super schoon. Ja. Hij glimt helemaal. Voor het eerst dat hij zo schoon is, volgens mij. Daar zit alweer een mug tegenaan. Ik stel voor dat we eerst even de tafel en de stoelen erin zetten. En dan lang gaan koppen. De tafel en de stoelen erin. Oké, wij willen de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. We hebben 3 hele leuke vakantieweken gehad. Ja, veel meegemaakt. Ook. Brand. Ja, ja. Gelukkig geen overstromingen. We waren net weer op tijd uit Limburg. Maar wel heel triest voor alle mensen die er wonen. Camping-eigenaren, noem het op. Maar bedankt voor het kijken. En wij hopen dat jullie de volgende keer weer kijken. Ja, duimpje omhoog als je het leuk vond. Doei, en abonneer. En abonneer, doei. Ja. Doei doei.